In dorpshuis Het Web in Teteringen werd een voorleeslunch georganiseerd voor ouderen. Iedereen werd ontvangen door seniorenorkest Entre Nous. Daarna werd het verhaal De Man Achter de Streepjes voorgelezen door wethouder Mirjam Haag en oud-wethouder Mieke Vossenaar. We zijn hier vandaag met de Nationale Voorleeslunch. Kun je me daar wat iets meer over uitleggen? Wat is het? De Nationale Voorleeslunch is iets wat al 5 jaar achter elkaar gehouden is. Dit is het 5e jaar bedoel ik. Dat doen we in Breda ook aan mee. En in Breda lezen wij voor op 3 locaties. 3 locaties waar wij een wethouder hebben gestrikt, om het zo te zeggen, om een nationaal voorleesverhaal voor te komen lezen. En dit jaar is dat een verhaal dat gaat over de man achter de streepjes. Een spannend verhaal ook, speciaal geschreven voor deze dag. Het is vandaag de ouderendag. En op die dag lezen we in Breda, op verschillende plekken lezen we voor aan mensen die bij elkaar komen. Oudere mensen die bij elkaar komen. Kunt u mij iets vertellen over het verhaal wat u net aan het voorlezen was? Met een verhaal voorgelezen wat speciaal voor deze voorleeslunch geschreven is. Het wordt ook in heel Nederland voorgelezen. En het was een verhaal over een wat oudere vrouw die haar man verloren was. En die in haar flat eigenlijk een beetje eenzaam was. En door middel van een boekenkast en het uitlenen van boeken in contact kwam met anderen. En uiteindelijk aan het einde van het verhaal ook weer met haar overleden man. Hebben jullie genoten van het verhaal? Ja, geweldig. Ik vond dit een heel fijn verhaal. En werd het ook goed voorgelezen? Ja hoor, vind ik wel, ja. En lekker eten erbij? Ook dat, dus dan gaan we niet voort. Jullie worden hier wel heel erg verwend, hè? Heel erg verwend, het is geweldig. Geweldig verhaal, leuk, gezellig, goed wijntje, alles perfect. Heeft u zin in het eten? Wat zei hij? Heeft u zin in het eten? Jawel, jawel, lekker hoor, het ziet er lekker uit. Heel mooi verhaal, ja. Ja. Noot u ervan? Ja. Best genoten, ja. En nu een lekkere frikandel? En nou een frikandel en een kroketje en friet. Oh, dat is wel heel erg lekker, hè? We zijn wel verwend hier, hoor.